Als je de waterlinie wil beleven, dan is het heel erg leuk om in de bunker te overnachten. Dan heb je echt het gevoel te pakken. En daarnaast, je kunt er mooi op uit. Er zijn wandelpaden. We zitten heel dicht bij de vesting Woudrichem. Dat is een heel oud stadje, vlakbij Slot Loevestein. En ook vlakbij Fort Altena. Dus echt die Hollandse waterlinie die loopt hier door dit gebied heen. Eigenlijk samen zijn we die Hollandse waterlinie. Dat is niet één klein onderdeeltje, nee, maar het is een linie. Het is een heel groot stuk. En dat samen kun je gewoon meer bereiken. Een zorglandgoed. Wij noemen het zo omdat het eigenlijk meer is dan alleen maar een boerderij. Of zelfs meer als een zorgboerderij. Want we hebben ook een brouwerij, een winkel. We verhuren de bunkers aan de wandelaars langs de Hollandse waterlinie. En we hebben ook nog een stuk natuurbeheer. Dus ja, er zijn zoveel takken van sport dat het echt een multifunctioneel bedrijf is. Er wonen op dit moment 5 personen en er is plaats voor 10 personen voor permanent wonen. En we hebben ook 2 crisisplaatsen, dus dat is voor tijdelijke bewoning geschikt. Het is ieder naar zijn eigen vermogen, dus voor sommigen is het puur beleven. Die hebben mij 1 boompje aangegeven, volgens hebben zij het bos geplant. En dat is ook echt, dat is hun beleving en dat moet je ook niet onderschatten. Maar er zijn ook mensen die gewoon keihard meebuffelen. Gisteravond hebben we gehooid en toen ging er 1 jongen, die ging tot 10:30 was hij door met trekker rijden. Ja, dat is gewoon fantastisch. Voor hem is dit het leven. Het huis is ook bijzonder gebouwd. Dat hoort ook, vind ik wel, bij een biologisch bedrijf. We hebben ervoor gekozen om een stroobalen woning te maken. En dat zie je ook nog een beetje op het huis. De vorm van de balen zie je nog door het stuk heen komen. Aan de buitenkant is het afgewerkt met kalk en aan de binnenkant met leem. En we hebben ook zonnepanelen op het dak gelegd. En met het hout van onze eigen bossen stoken we een houtvergasser. En zo zijn we helemaal in onze eigen energievoorziening hebben we voldaan. Ik denk dat Brabant meer bezoekers zou kunnen trekken door de verschillende dingen die er al gebeuren, om die meer samen te gaan binden. En ik denk dat dat hier ook op zich al mooi gebeurd is. Wij hadden een initiatief met de bunkers. Fort Altena was door Brabants landschap heel grootschalig gerestaureerd. En de provincie heeft een rol gespeeld door middel van de wandelpaden die te gaan verbinden. En ja, daar waar ondernemers nog niet eens uit zichzelf misschien samen zouden gaan werken, ligt het nu gewoon heel erg voor de hand. We hebben een gezamenlijk belang. We liggen ook langs 1 linie. En ik denk dat dat ook op andere plaatsen in Brabant, die verbinding, dat daar een mooie rol voor de provincie ligt. MUZIEK